Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Een klein tijdje geleden had ik nog een filmpje gepost waarin ik het had over craft holsters. Ik had twee holsters gekocht bij craft. En daar had ik toen mijn mening even over gezegd. Maar ik wil er toch nog iets aan toevoegen. Misschien heb ik de mensen aan crafting of hun producten net iets te hard aangepakt. Ik had twee holsters gekocht. Eén voor mijn Glock 34, dat is deze. Daarover had ik gezegd dat het vooral heel moeilijk was om het pistool erin te krijgen. Nu, leer, daar altijd wel leren holsters, dat moet zich een beetje zetten. Dat zijn we gewoon. Ik heb nog leren holsters, wat een beetje wringen en trekken in het begin is. Maar met dit specifieke holster was het een stuk harder trekken en sleuren en hier en daar een beetje miljarden om dan uiteindelijk dat pistool erin te krijgen. Nu, na een aantal pogingen is dat dan gelukt om erin te krijgen. En ik ben er zeker van, moest ik nu meer met dat ding rondlopen. Natuurlijk, ja, hoeveel kunnen we met een pistool rondlopen in de eigen living voordat het beschamend wordt? Maar als je nu in een situatie zit waar je dat wel kunt doen, zal het pistool zich beter, zeker en vast nog beter zetten en zal dat altijd maar vlotter en vlotter gaan. Nu op dit moment, omdat ik het niet veel kan gebruiken, omdat ik maar sportschutter ben, is het nog altijd een klein beetje wringen om het pistool erin te krijgen, maar dat zou zeker en vast beter gaan als ik er meer mee zou rondhuppelen. Ander puntje van kritiek eventueel was ja, die rare strepen hierin, die meens inziens weinig strepen van het pistool volgen. Zeker hier het uitwerpvenster van de Glock is vierkantig. Hier is dan zoiets iets ovaals in uitgeprest. Je ziet dat dus een vierkantig iets dat dan in een ovaal iets zou moeten passen. Dus dat is een beetje gek. Maar kwalitatief zijn die holsters best wel goed. Ze zijn stevig gestikt. Ze zien eruit dat ze best wel een heel tijdje zullen kunnen meegaan. Dus ook leren van voldoende dikte en kwaliteit en zo. Dus daarover zeker niks verkeerds. Alleen dat wel lastig je pistool in en uit wringen is, zeker in het begin. En de tekeningen op het leer komen niet overeen met pistool. Zeker dat streepje hier, dat lijkt zo bijna alsof ze per ongeluk ergens met een machine tegen getikt hebben. Omdat er iemand moest niezen of zo. Maar kwalitatief zeker en vast dus wel goed. Het andere holster heb ik misschien nog een tikkeltje harder over geklaagd had, dat was dit holster voor mijn Browning Highpower. Dat is niet door Craft zelf gemaakt. Is hier het logo op staan van Vega holsters. Het punt was, de Browning Highpower is een single action pistool. Als je een wedstrijd gaat doen in een of andere dynamische discipline, ga je dan normaal gezien opgespannen en met de veiligheid op, met je kamer de patroon, ga je dat zo holsteren. Het kokt en lokt, zoals ze zeggen. En mijn klacht was vooral, trouwens, dat pistool is qua het, hoe goed het eruit ziet, al veel mooier dan de andere. Het volgt echt wel zo wat de lijnen van het pistool en zo. Je kunt, zoals dat holster er niet in zit, kun je er met een klein beetje goede wil de vorm van een GP in zien. Maar goed, mijn klacht was dus, aangezien dat je dat normaal kokt en lokt, draagt. En dan zat er hier iets mis, omdat dit holster duidelijk gemaakt is voor een pistool dat, dan moet ik even de lader erin steken, maar het is een lege lader. Want die heeft een magazijnveiligheid. Goed, dus de holster is echt gemaakt om te dragen met een volledig ontspannen pistool. Wat bij een single action pistool een beetje gek is, hoewel dat in heel veel legers waar ze nog dat soort pistolen dragen, dat ze heel dikwijls toch de gewoonte hebben dat met een lege kamer zo te doen. Maar goed, zwart, ik vond dat toen een beetje jammer. Ik druk me zachter het nu dan toen wellicht. Een beetje jammer dat ze daar niet langer over hadden nagedacht. Wat blijkt nu? Ik ben nog eens op die website van die mensen gaan kijken. Dan kunnen we gewoon googlen, craft holsters, dan komt je er automatisch bij uit. Je kunt blijkbaar dus ook je pistool specifieren als Browning Highpower cocked en locked. Dat erbij staat. En dan gaan ze u hoogstwaarschijnlijk wel een holster leveren dat perfect werkbaar is met
opgespannen haan met veiligheid dan op. Dus ja, dat wil ik toch even rechtzetten. Uiteindelijk die mensen, niet dat ik denk hun verkoopcijfers veel zal beïnvloeden met mijn iets meer dan 1000 subscribers, waar dat er misschien hoger 3 van op zoek zijn naar een holster. Maar toch, ik zie in die mensen van Craft wel een bedrijf die hard hun best aan het doen zijn om een kwalitatief product van een hele mooie prijs op de markt te brengen. Allebei deze holsters waren maar ergens iets van rond de 50 euro, als ik me goed herinner. En zijn kwalitatief echt wel interessant, vind ik. Dus ik wil die mensen niet harder onder hun duiven schieten dan dat nodig is. Goed, ja. Dat wil ik gewoon even rechtzetten. Bedankt voor uw tijd. Doei!